Hallo, ik ben Marina Groensen. Ik werk momenteel mee aan het Heracles-project. Dat is het project wat de fabrieken gaat bouwen om groen staal te maken. En de afgelopen 4 jaar heb ik voor de staalfabriek gewerkt. Dat is de fabriek waar we van vloeibaar ruw ijzer staal maken. Het is een proces waar ook stof bij vrijkomt en daarom hebben we al 2 afzuiginstallaties. Nu is er de afgelopen jaren gewerkt aan een 3e afzuiginstallatie. Het is eigenlijk een hele grote afzuigkap die ervoor zorgt dat stof wat normaal via het dak de fabriek kan verlaten, wordt afgezogen via deze grote leiding richting de filterinstallatie gaat, waar het stof wordt afgevangen. Het is een heel erg bijzonder project geweest. Het is een enorm grote installatie die gebouwd is onder andere gewoon tijdens het bedrijf van de fabriek. Dus dat vergt enorm goede afstemming. Ik ben ook echt super trots op het productiepersoneel en het projectteam hoe we dit hebben gedaan. Nou, we zijn momenteel bezig met de opstarttesten en als die straks draait, dan hebben we echt weer een hele belangrijke stap gezet. Dit project, samen met nog andere projecten zoals bij de hoogovens en bij de pelletfabriek, zorgen ervoor dat de stofuitstoot sterk wordt verminderd.